Ja. Goed zo. De merrie die goed aan het rastype staat, edele hoofd heeft ook een goed gevormde hals, mooi verticaal gesteld. In de bouw schouder ligt er goed in, de rug is week, kruis is ook iets hoog in kruis en ook iets hellend in kruis. Beenwerk had ik graag iets meer hardheid gezien in beenwerk, ook de rechtgesteldheid in de voorbenen konden correcter. De stap hadden we graag meer ruimte gezien, dus wel voldoende takt. Hadden we graag meer ruimte en souplesse gezien. De draf heeft die voldoende kracht, maar moesten we daar ook meer ondertredend achterbeen en iets meer zweefmoment en iets meer reizende voorhand. In totaliteit wordt dit paard opgenomen in het stamboek, zonder springen. Horse number one, a nice racial type, has a noble head. Nice shaped neck, also nice vertical. The shoulder is good, good angle of the shoulder. The back is weak. The croup is a little bit high and a little bit sloping. The leg works, we like to see more cleanness in the legs. Also the straightness in the front leg would be better. The walk, we like to see more reach. The rhythm is sufficient. We'd like to see also a little bit more power. And the trot is powerful enough, but we stay too much on the forehand and should have more flotation and more bringing the hind leg under the body so he can rise in the forehand. So we take this one in the stud book without preeming.
paard nummer 2. Een paard met een jeugdige uitstraling. Een edel hoofd. De hals is goed verticaal gesteld. We hadden graag wat meer neklengte gezien. Ook iets meer kap. In de bouw heeft hij een goede bovenlijn. Sterk in de verbinding op een goede rondrichting. Hadden we graag iets meer lengte in het kruis gezien. Beenwerk is voldoende hardheid. In het spronggewricht is voldoende qua bouw. Hadden we graag iets directer gezien. De stap is... Daar hadden we graag iets meer ruimte gezien. Ook soms heeft hij wat moeite met de regelmaat. Verder ook wat meer souplesse mogen tonen. De draf toont hij een mooi voorbeengebruik. Maakt hij wel wat houding. Maar achter hadden we hem graag iets sterker zien aantreden. En iets meer souplesse en balans getoond. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse number 2 is a horse with a lot of youth in hem. He has a racial type is noble head. Also the neck is vertical. The pull of the neck could be a little bit longer. The conformation has a good top line. Good to strong back. Also the body line is good. We like to see a little bit more length. The trot, he has a nice use of the front leg, has a nice attitude, but we like to see his hind. Paard nummer 3, paard dat we graag iets meer luxe uitstraling hadden gezien, een trastype. Ook een beetje lang in het hoofd, heeft de nek, de hals staat er wel verticaal op. We hadden graag iets meer neklengte gezien, in de bouw een langgelijnde merrie, goede schouder erin, een sterke bovenlijn, een beetje strak in de lenden. Kruis heeft goede lengte erin, beenwerk. Dus hadden we graag iets meer hardheid gezien. Ook de voorbeenstand kon iets correcter. Beetje kort in de koten.
de stap. Het is voldoende krachtig, voldoende ruim, maar missen de souplesse en de activiteit. De draf is een beetje een hoog ritme. Dat we het paard ook graag iets meer balans in gaan, iets meer ondertreden en iets meer draging tonen. Wel voldoende ruimte erin. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Horse number 3, een racial type. We like to see a little bit more luxury. The head is a little bit long. The neck is nice vertical. Could have been a little more length. The confirmation, a good shoulder, a good strong top line, a little bit tight in the loins. The croup has length. The quality of the legs is sufficient. It's a little bit toeing in the front leg. Also, we like to see a little more length in the pastern. The walk is powerful enough. The reach is sufficient. We like to see more suppleness and a little bit more activity. The trot is a little bit high rhythm. Could have show more balance, but the reach is sufficient. So overall, we take this one in the stud book without premium. Paard nummer 4. Paard door zijn behang en zijn kleine hoofd toch wel wat rasuitstraling heeft. We hadden graag iets meer lengte in de hals gezien, ook iets meer verticaal mocht hij gesteld zijn. De bouw is wel sterk in de verbindingen, ook voldoende lengte in het lichaam. Hij is wel wat neerwaarts gebouwd, ook voldoende lengte in de benen. Het beenwerk is hard en droog, qua correctheid, een beetje
Komt karakter in het voorbeen. Hij is een beetje Frans gesteld. Ook een dachterbeen. Een beetje koehakkig en een beetje gehoekt in dachterbeen. De stap. Dan blijft hij toch kort en stug. Ook vindt hij heel moeilijk de ontspanning. Dat is toch een beetje de beperkende factor. De draf heeft hij wel actie. Veel activiteit. Ook goede ruimte. Laten we graag iets meer ruggebruik zien. Hij maakt zich een beetje lang en blijft daardoor op een voorhand lopen. Maar heeft er wel goede actie en ruimte erin. Vandaag wordt het paard opgenomen in het stamboek zonder premie. Horse number 4. Because of his nice manes and small noble head. He has racial type. We like to see more length in the neck also. The neck could be more vertical. The conformation, he is strong in the connections. Has enough length in the body, but he stays a little bit, he's a little bit built downhill. The quality of the leg is clean and hard. That's what we like to see. The straightness, he's a little bit toeing out in the front leg. Also the hind leg is sickle-hocked and also cow-hocked. The walk stays short and he's lacking the suppleness. He doesn't find the reach we like to see. The trot has a good action, a lot of bending in the hocks. Also a good reach, but he's we like to see him go more uphill. He stays too much on the forehand, and he should use his back more. So overall, we take this one in the stud book without premium. Nummer 5, paard dat goed in trastype staat, edel hoofd heeft, ook mooie gevormde hals. We hadden graag iets meer lengte gezien in de hals. Een paard met wel
lengte in het lichaam. Een beetje een grootramig paard. De bovenlijn is nog een beetje arm bespierd. Dan moet hij nog wat sterker in worden. Beenwerk is voldoende hardheid. Hij is gehoekt in de achterbeen. De voorbenen zijn recht gesteld. Paard dat makkelijk stapt. Ook goede ruimte erin heeft. Voldoende kracht en goede takt. Ook een draf waardeert hij zich op. Komt hij mooi van de vloer. Heeft hij veel balans. Maakt hij goede ruime passen. Met veel souplesse. Zien zijn goede stap en draf. Wordt de paard opgenomen in het stamboek. En tevens sterverklaard met een tweede premie. Horse number 5 has a good racial type, has a noble head, also a good shape of the neck. We'd like to see a bit more length in the neck. The conformation, he's a long-lined horse. We'd like to see more muscle in the top line. The quality of the legs, the hardness is sufficient. He's sickle-hocked in the hind leg, the forelegs are straight. The walk, he has a good reach, also good rhythm. With a lot of suppleness, the trot, he has also a lot of balance and also lots of good reach and a good powerful from behind. So for his good movements, we take this one in the stud book, star with the second premium. Paard nummer 6, paard met een luxe uitstraling, mooie edel hoofdje erop, goed gevormde hals, hadden we graag iets meer lengte gezien. In de bouw een sterke bovenlijn, het kruis is hellend, zeer hellend, wel een lang voorbeen, beenwerk heeft hardheid in de benen. De hoeven konden royaler. Dat is ook wel iets gehoekt in de achterbeen. In de stap. Momenteel mist hij de takt en de regelmaat. Ook moeite met de coördinatie. Dit is onvoldoende voor opname. Het paard heeft zich ook daardoor niet gepresenteerd in de draf. Dus het paard wordt niet opgenomen. Horse number 6 is a nice racial type, has a lot of luxury, has a small noble head, a good shape of the neck. The neck would like to see more length. The conformation, he has a good top line, also good body line, has a long foreleg. He's very sloping in the croup. The legs is clean and hard. We like to see bigger hoofs, also a little bit sickle-hocked in the hind leg. The walk is irregular and has no rhythm. So because of the walk, we cannot take this one in the stud book.
heel eerlijk. Ja, we stelen in sneeuw. Oh. Ik had een hele goede draad, maar ik vind het ook niet leuk. Paard nummer 7, paard die veel rasuitstraling heeft, heel mooie royale voorhand, ook correct gebouwd, mooi evenredig gebouwd, goede bovenlijn erin, voorbeen hadden we graag iets meer lengte gezien, beenwerk voldoende hardheid, is wel een beetje koehakkig gesteld in de achterbeen, de stap, we hebben ook even de tijd gegeven, het paard was zeer gespannen. We hebben hem tijd gegeven zich te ontspannen. Daar maakt hij dan voldoende ruimte, voldoende takt. Daar hadden we graag iets meer kracht, iets meer kracht gezien en iets meer kordater achterbeen. Een draf heeft hij wel de goede ruimte, ook voldoende balans. Mocht het voorbeen iets verder wegzetten,
In totaliteit wordt het paard opgenomen stamboek met een derde premie. De stap is vandaag de beperkende factor voor een hogere waardering. Paard nummer 7 is een nice racial type. Hij heeft een good forehand, nice long shaped neck. De conformation is goed, is long lined, also good top line. The quality of the leg is sufficient, a little bit cow-hocked in the hind leg. The walk was very tense. We gave him time to relax, but then he became the reach sufficient. Also a good rhythm, but we like to see more power from behind. The trot has a good reach, powerful enough, but should set his front, make more reach within the front leg and going more uphill. So overall, we take this one in stud book with a third premium. Paard nummer 8, eerste stamboekmerrie voor graadverhoging. Paard dat goed in het rastype staat, royale hals erop heeft staan, ook voldoende edel hoofd, voldoende behang. De bouw, hoogbenig, lang voorbeen, goede bovenlijn. Het kruis hadden we graag meer lengte en ook de, iets minder hellend gezien. Het beenwerk is voldoende hardheid, het voorbeen... kon die correcter. Hij mist ook een beetje de gelijkheid in de hoeven. De stap heeft hij wel ruimte, voldoende losheid en takt. De draf heeft hij veel vermogen, kracht, ruimte. We hadden hem graag iets meer zien reizen. Hij valt een beetje uit elkaar, maar wel veel ruimte en kracht in de draf. Dit paard wordt vandaag beloond met een derde premie. Van hoge waardering hadden we toch graag meer kwaliteit in het beenwerk gezien.
paard horse number 8 is a nice racial type, nice off-standing neck, also sufficient in the nobleness. The conformation, he has a long foreleg, good body line, also good strong back. The croup, we like to see more length, also we like to see not so sloping. The quality of the legs, the cleanness is sufficient. He's in the front leg could be more correct. The walk has a good reach, good suppleness. The trot also powerful and a good reach. We like to see the horse go more uphill and also a little bit more better use of the back. So overall, she gets today a third premium. Paard nummer 9, paard dat voldoende trastype staat. Ja, daar iets meer luxe uitstraling gezien. Voldoende lengte in de hals, mocht wat meer kap tonen. De bouw is hier hoogbenig, goede romprichtingen. In de bovenlijn hadden we graag wat meer bespiering gezien. De kruis is hoog, is hellend. Beenwerk hadden we graag iets meer hardheid gezien in de achterbenen. Hij is ook iets koehakkig. Koten heeft hij wel lengte, maar is iets week gekoord. De stap heeft hij voldoende ruimte. Had hij graag iets meer afdruk gezien. Iets meer souplesse. De draf heeft hij ook veel ruimte erin. Had hij graag iets meer kracht. Het achterbeen komt ook van ver. We moeten meer onder het lichaam tonen. En daardoor meer souplesse tonen. En vandaag wordt het paard niet geprimeerd. Horse number 9, racial type is sufficient, the neck is vertical, could be better shaped, the head is a little bit long, has long legs, good body line, the shape of the back is good, but we'd like to see more musculation. The croup is a little bit sloping, the quality in the legs, we'd like to see more cleanness in the hind leg, it's also a little bit cowed hock. The pasturing has
good length, but a little bit weak. The walk, the reach is good, but we like to see more power and more activity from behind. The trot also good reach, powerful enough, but the hind legs stays too much on behind. Should bring the hind leg more under the body. So today no preening. Paard nummer 10. Paard dat voldoende trastype staat, een lange hals heeft, ook voldoende veel behang. Het hoofd is ietsjes lang, ik kon daar iets meer luxe in hebben. Paard dat lang gelijnd is, dus, goede bovenbouw, ook goede kruislegging met veel lengte heeft. Hij is ietsjes neerwaarts gebouwd. Het beenwerk hadden we graag iets meer hardheid gezien. En het voorbeen is die ook, kon ook correcter zijn. De stap is die voldoende taktmatig. Hadden we graag iets meer afdruk gezien, iets meer kracht. En draf heeft hij wel activiteit en kracht. Ook een goede ruimte erin. Hadden we graag iets meer zien gaan zitten. Hij blijft een beetje hoog in kruis, maar wel veel vermogen in draf. In totaliteit wordt hij vandaag niet sterk, gezien de beenwerk en de stap ontoereikend is. Horse number 10, nice racial type, lots of manes, good long neck, the head is a little bit long. Conformation has a lot of length in the body, also a strong back, good angle of the coupe and also a long coupe. It's a little bit dull downhill. The quality of the legs, we like to see a little bit more hardness in the legs. Also, it could be corrected in the front leg. The walk, the reach is sufficient. Also, the rhythm is sufficient. We like to see more power from behind.
the trot has a is powerful and a good reach. We like to see him go more uphill, bringing his hind leg a little bit more under the body, but the reach is very good, good suppleness. But today, no star because of the quality of the legs and the walk. Thank you. Goedendag, ja, mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze keuring. Het was een beetje regenachtig, maar het is heel goed verlopen. We zijn hier bij de familie Bosma heel goed ontvangen. Het is alles keurig geregeld en goed georganiseerd. We hebben vlot kunnen keuren, ondanks het mindere weer. Is het toch op een plezierige manier gegaan. We bedanken u voor jullie aandacht en hopelijk tot de volgende keer. Komende zaterdag zijn we weer live bij u thuis in de huiskamer. Dank u voor uw aandacht. For the people aboard, thank you for your watching the curing. We had thank you the family Bosma for the hospitality. We had a very good cooperation today with the people here. Everything was very good organized. The weather was a little bit less, but we enjoyed the curing here. Hope you enjoyed the show also, and see you next Saturday. We have a curing again. Hope to see you then. Thank you.